komt Jan. Wat is er nou zo bijzonder aan deze dorsmachine? Nou, wat is bijzonder aan die dorsmachine? Ja, het eerste punt dat die hier nu nog gebouwd is. Vroeger een heel vooruitgang. He? Vroeger deed het met de vlegeldors en dan met de wandmolen. Het kaf van de koren scheiden. En toen heeft de dorsmachine de hekelmachine. Dus gaat er met haken. Dus het gaan uit de aarde. En daar zit er deze, dat is al een beetje modern, er zit al een reiniger op. Kan jij met deze machine, of met deze kast, kan jij dorsen met de molen? Dat wil ik wel een keer proberen, maar ja, deze kast zijn eigenlijk gebouwd alleen voor binnen te dorsen, om te harden. Oké. Ja, dus met die kleine wielen, dat werkt bijna niet. Jij bent van de Himpelkringerijordening, nu Gerben en Nederwetten. Wat betekende de fabricage van landbouwmachines in de tijd voor de milieu-economie en de landbouw? Ja, de opkomst van inderdaad de fabricages. Eerst de gebroeders Van Dijk, die begonnen als de fabricage van. Het waren hoefsmeden van oorsprong. Ja. De overigens ook. Toen kwam de fusie, zeg maar. De Van Dijk werden overgenomen door de Rooi. En daar ontstond een hele fabricage. Overigens in die tijd, we praten over begin van de 20e eeuw, met name de linnenfabriek van, we hadden een huis, we hadden bierbrouwerijen te vergeten, kortom, de industrie, het was de tijd van de industrialisatie. Het ging beter, ja. Minder armoede, zeker. Echt. Jij bent Anthony de Rooi. Ja, klopt. Familie van de Rooi die deze dorskas gemaakt heeft. Ja. Zijn er wat leuke verhalen over de firma Weduwe de Rooi? Het is ontstaan vroeger als een smid, een hoefsmid. Helemaal vroeger een kroeg. En uiteindelijk is daar de landbouwmachinefabriek uit ontstaan. Er zaten 5 broers in de zaak. Mijn opa, die generatie dan. En die, wat ik niet zozeer een anekdote over die landbouwmachine, maar wel in de oorlog, dat allerlei machines en dingen werden door de Duitsers geconfiskeerd. En mijn opa die had toen met een grote hamer had de bozies kapot geslagen in die machine. Ja. Waardoor hij een tijd moest onderduiken bij een boer. Om niet door de Duitsers gepakt en gevonden te worden. Zeg maar. Dag Ralf. Jij als wethouder, onder andere wethouder cultuur. Wat vind je ervan dat deze dorpskast terug is? Het is natuurlijk wel belangrijk dat we dat terughalen naar Nuenen. Er stond natuurlijk een eindje van huis. En dat Kees Rovers, wie kent hem niet in Nuenen? Hij is alleen maar bezig met erfgoed bewaren van Nuenen. Dat hij hem terughaalt naar Nuenen, ik ben daar ontzettend blij mee. En wat ik wel hoop, is dat Kees hem op de juiste plek weet te laten belanden uiteindelijk. Ja, en dat hij dan misschien ook door de burgers bezocht of bekeken kan gaan worden. Ja, precies. Dat is ook het verhaal van Kees. Hè? Van in de tijd van Van Gogh en net na Van Gogh, wat de inwoners van Nuenen allemaal deden voor de kost. En ik ben blij dat we hem als gemeentebestuur aan Nuenen hebben kunnen halen met Kees. Oké, dankjewel. We gaan het allemaal bezoeken. En Nuenen 200.